dichtbij zoiets meemaken om voor een totaalverbod te zijn. Want ik denk als iedereen in zijn eigen familie of nabije omgeving zoiets meemaakt, dat we met z'n allen heel makkelijk zijn in het verbod op vuurwerk. Ja goed, maar dat gebeurt dus niet. Zoveel slachtoffers zijn er niet. Ik wil niet. Het is natuurlijk heel erg, hè, dat de slachtoffers... 1100 mensen afgelopen, ja, oud en nieuw. Okay, maar goed. Dat zijn er toch wel wat. Ja. Die komen er per jaar veel meer bij. Ja, maar het is zo makkelijk, hè. Het is 1100 en dan kan ik wel weer andere voorbeelden gaan noemen van het verkeer of iets. Wat moet je nou allemaal gaan verbieden? Ja, het vervelende bij die vuurwerkslachtoffers is dat van die 1100 mensen de helft slachtoffers zijn van voorbijgangers of mensen die staan toe te kijken en niet de mensen die het zelf afsteken. Ja. Dan kan je nog zeggen, Allah, hè, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Maar het gaat dus om mensen die daar in feite niks mee te maken hebben en die daar niet om gevraagd hebben. Ja, ja. En dat is een beetje het punt. Hetzelfde geldt de grote overlast met het knallen. Ja, de grote overlast door de lucht. Eén moment. Achterin staat de prachtige Lauren en ja, jij hebt daar vast, ik zie het alweer. Ja, ja. Ik loop even naar Pieter. Want Pieter is, als ik goed zeg, vuurwerkfanaat. Die maakt foto's van vuurwerk, filmpjes van vuurwerk. Hij heeft een vuurwerkwebsite en dan loopt hij ook nog stage bij een vuurwerkbedrijf. Super grappig, vind ik dat. Ja, Pieter zegt het is. We moeten met z'n allen lekker blijven knallen. Waarschijnlijk volgens jou, hè? Nou ja, ik hoorde dus net zeggen 1100 slachtoffers. Nou oké, dat zijn 1100, ja, dat is best veel mensen. Maar moet je eens bedenken hoeveel mensen er buiten zijn met oud en nieuw. Nou, volgens een schatting zijn er wel 10 miljoen mensen buiten met oud en nieuw. Nou, als je dan bekijkt 1100 slachtoffers, waarvan ik me afvraag hoeveel van die slachtoffers zijn gevallen door consumentenvuurwerk. Want in mijn ogen, als je consumentenvuurwerk afsteekt op de manier zoals het op de verpakking staat, 6 meter afstand, en nou, gewoon als je aan de veiligheidsregels houdt, ook met babypookjes, als je ze in een flesje zet en je neemt 6 meter afstand, dan gaan ze de lucht in. Ja, maar het is nog steeds flesjes kunnen omvallen, er kan van alles gebeuren. Ja, ik heb ook ooit een rotje in mijn nek gehad op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Ja, dan noem je die heb ik er ook niet zelf afgestoken. Wel weer een plek natuurlijk. Nou ja, kijk, met auto's gebeuren er ook dingen, ja. Ik bedoel, als jij je niet aan de veiligheidsvoorschrift houdt, dan... Oké, okay, waarom tegen een verbod? Tegen een verbod? Nou ja, het is gewoon een leuk ding. En één keer in het jaar hebben gewoon vaders met kinderen gewoon even hun ding, zeg maar. En over jou? Steek je veel vuurwerk af, zo? Ja, ik steek veel vuurwerk af, ja. Vertel eens, als jij lekker bezig bent met die duizendklapper, die Chinese duizendklapper, heb je er wel eens aan gedacht dat de honden daar ook heel veel last van hebben? Ja, daar heb ik wel eens aan gedacht, maar... En toen ging je snel weer verder met het beuken. Maar dan denk ik, ja, ze hebben ook last van vliegtuigen. En er zijn wel meer dingen die herrie maken. Blazende scooters, auto's met brulpijpen, ja. Denkt Just heel anders over, want Just zit hier naast jou. Hé, jij bent van de hondenbescherming. Hij zegt, honden hebben overal last van, ook van overvliegende vliegtuigen. Daar denk jij vast anders over. Nou, daar denk ik wel anders over, want ze hebben met name last van vuurwerk. Dus wij als hondenbescherming zijn ook echt een groot voorstander van een vuurwerkverbod. Wat gebeurt er dan met die honden? Nou, de meeste honden zijn heel bang voor vuurwerk. Daarbij komt ook nog dat het gewoon heel gevaarlijk is voor honden. Zoals Arno terecht al aanhaalde even aan tafel. Ook zie je dus, vorig jaar werden we opgeschrikt door een bericht dat een hond was overleden aan de gevolgen van vuurwerk. Rotjes die in de tuin waren gegooid. Dat was al ver voor de jaarwisseling. Dus je ziet die dagen daarvoor dat er al heel veel geknald wordt. Dat komt nog bij de oudejaarsavond zelf. Plus de dagen daarna. Dus het is echt een hele lange stressvolle tijd voor de hond. En de kat dan? Katten zijn natuurlijk ook een dier dat... En het konijn? Ik denk dat die er ook wel last van heeft. Dus het is breder dan alleen honden. Nou, denk eens ook eens na over de huisdieren daar aan tafel. Hoe zit het inderdaad met de poezen? Dat is heel belangrijk. Ik moet nog één keer toch vragen aan Ramon. Is het niet gewoon beter om met z'n allen naar het gemeenschappelijke vuurwerk te kijken? Dan heb je nog de kans om je buren dat gelukkig nieuwjaar te wensen. Dan hoef je niet op te passen of er wat gebeurt. Dan is het gewoon het toosten van een glaas champagne, ja, en het gelukkig nieuwjaar wensen. Want het grote gemeenschappelijke vuurwerk is vaak nog groter en mooier ook. Daar ben ik van overtuigd. Maar de magie van vuurwerk is juist het aansteken ervan. En als er een ander het aansteekt, is het toch anders. En je krijgt één keer per jaar krijg je die kans om het zelf te doen. En dat is met oudejaarsavond. En dat ga je mensen gewoon niet afpakken. Maar 13% van de mensen steekt vuurwerk af en 60% van de mensen heeft er last van. En dat is een beetje het probleem. He, niet het vuurwerk op zich, maar de massaliteit, ja, maar waarmee we dat afsteken. Is het echt het vuurwerk waar de mensen last van hebben of alle andere taferelen die zich afspelen op oudejaarsavond? Nou, oudejaarsavond wordt ook aangegrepen om rottigheid te gaan trappen. Neem alleen al de luchtverontreiniging. Ja, ik woon zelf in Rotterdam. Er hing een enorme smok. Ja, jongens, gelukkig gaan we op internet straks nog even door. Lauren, hoe zit het met de stemming hier in onze huiskamer? Aan deze kant van de studio. Wie is er hier voor een vuurwerkverbod? Mag ik handen zien? 1, 2, 3 en Frank. Ah, Michiel, jij was ook voor, man. Frank zit eigenlijk net eens over de helft. Nee, ik ben voor, absoluut. En de tegenstanders? Ja,
Nou, dat is duidelijk. Ja. Dan gaan we alles met elkaar in verband brengen. Meneer, ik vind het twee topvragen straks voor op internet. U bent de eerste die straks aan de beurt is. Echt waar. Hartstikke leuk. Ja, we hebben nog een stoel vrij. Goed, ben jij net als Arno en net als ik en net als de twee handen van DJ NBA die er gelukkig nog aan zitten voor een verbod op vuurwerk, dan sms je knal naar 4600. Wie dat heeft verzonnen weet ik ook niet, maar sms dus knal naar 4600. En daarnaast kan je op onze website www.kamervragen.tv een formulier downloaden en daar op je handtekening zetten. Doe dat alsjeblieft, want die kaarten hebben we nodig om onze voorstellen in Den Haag erdoor te jagen. Straks krijgen alle initiatiefnemers nog één keer de kans om jou te overtuigen van hun goede ideeën. En horen we welk plan de aflevering 2 heeft gewonnen van Kamervraag. Blijf kijken, tot zo. Prettig oud en nieuw kan wensen. Ben jij voor een oud en nieuw zonder dat er een week daar... Jouw laatste 20 seconden. Afschaffen een compleet verbod op vuurwerk. Dit zijn jouw 20 seconden. Ben jij ook voor een oud en nieuw zonder slachtoffers? Ben jij ook voor een oud en nieuw waar de lucht gewoon schoon is en waar je buren gewoon voorafgaand flink geknald wordt? Maar ben je wel voor een spectaculaire centrale vuurwerkshow waar het vuurwerk wordt afgestoken door professionals? Stem dan op knal! Kijk jongens, dat is dus een slotpleidooi, hè? Dat is een slotpleidooi. Hartstikke goed, hartstikke goed. Goed, dank jullie wel. De lijnen zijn helemaal dicht. Je kunt niet meer sms'en en de stemmen worden geteld.